Op de bosbaan in het Amsterdamse Bos is zondag 10 april het wedstrijdseizoen geopend. Normaal wordt dit gedaan met roeien, maar deze keer werden er powerboat races georganiseerd op Powerboat Holland. Enkele tientallen deelnemers uit verschillende klassementen streden de hele dag om de eerste plek. Het lijkt mij nogal gevaarlijk. Zitten er ook risico's aan? Ja, je kunt omgaan. Of ze kunnen over je heen varen, maar meestal gebeurt het niet zo gauw. Zo, als je over de kop gaat, hoe kom je er dan weer uit? We hebben een hele duiktest voor gehad. Ja. Om een licentie aan te vragen. Dan moet je ook een duiktest doen. En zo leer je hoe je uit de boom moet komen. Gebeurt dat vaak, dat die vrouwen ook meedoen hiermee? Nee, in Nederland ben ik het tweede meisje. Okay. En in mijn klas de eerste. Okay. Hoe goed doe je het? Nou, nog niet zo heel erg goed, maar ik ben net in de eerste heat geen laatste geworden. En dat was eigenlijk mijn doel, dat ik als ene laatste zeg maar een beetje zou eindigen. Wat voor vermogen zit er nou in? Dit is 15 pk, 250 cc. En hoe hard gaat dat dan ongeveer? 60 kilometer per uur. Hoogtepunt van de dag was het rondje van Johan Koenradi. Deze Nederlander is wereldkampioen powerboat racen in het Formule 2 klassement. De organisatie was zeer tevreden en noemde het een geslaagde dag.